Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, heeft vanmorgen tijdens een werkbezoek het strategisch plan 2018-2020 van het Elsje Vink Sanitair College, COFAP, ontvangen. In dit plan heeft Anshel Wallerlei Kumbangsila, directeur van COFAP, enkele punten onder de aandacht van de minister gebracht. Onder meer is aangehaald dat het college in Paramaribo en Nikeri graag zou willen uitbreiden, maar daarvoor is er grond nodig. Verder heeft directeur Wallerlei gevraagd dat het ministerie van Volksgezondheid de toezichthouder blijft voor het verpleegkundig onderwijs, ook als het COFAP onder het ministerie van Onderwijs komt te vallen. Even met u bespreken de verouderde wetgeving verpleegkundig onderwijs, de behoefteplanning voor de zorgsector. Hoeveel mensen hebben we nodig van welke soort voor de komende 10 jaar? Want als wij maar opleiden en opleiden en er ontstaat een overschot, ga je ook een vertrek hebben. En het is eigenlijk geld van de overheid welke weggaat. De mensen betalen voor hun opleiding maar x percentage maar. Overgrote deel wordt gesubsidieerd. Dus daar moeten we wel naar gaan kijken. Met u willen we, dit is een dringende subsidieafhankelijkheid van COFAP willen we bespreken. Dit is een hele dringende kwestie, minister, welke we wel met u willen bespreken. De examencommissie, project Skills Lab heb ik al genoemd. Terrein heb ik ook al genoemd. Het tekort aan stageplekken en tekort aan curriculumschrijvers. Niet dat u zoveel hieraan gaat kunnen doen hoor, maar ik wil u gewoon uitleggen waar we tegenaan lopen. Tot zover Anshel Wallerlei Kumbangsila, directeur van COFAP. Minister Elias beloofde dat hij met zijn collega van ROGB zal praten over het terrein in Nikeri. De bewindsman zei verder dat hij zaken die hij meteen kan aanpakken direct ter hand zal nemen. En voor andere problemen zal er een tussenweg gezocht worden. Wat betreft de visie voor het... Ik ondersteun de visie. Ik ben het komen aantreffen dat men in discussie is of jullie onder volksgezondheid moeten blijven vallen of dat volksgezondheid richtlijnen geeft, maar dat jullie onder onderwijs vallen. Ik moet u zeggen, mijn collega van onderwijs staat daar voorlopig niet open voor, dus wat de regeringstermijn Bouterse 2 betreft, het resterend gedeelte, zal dat niet geïmplementeerd worden. En ik denk nog zeker niet omdat IOL al een probleem heeft. Antoine Elias, minister van Volksgezondheid, hij sprak vanmorgen tijdens een werkbezoek aan het Elsje Vink Sanitair College, COFAP. De minister heeft het strategisch plan voor 2018-2020 ontvangen van het bestuur van het college.